mooiste museum van Nederland. Een prachtig, statig 19e-eeuws gebouw. Volledig in de 21e eeuw gebracht met moderne technieken. De spots die we samen met Philips hebben kunnen uitkiezen, ja, die zijn de cherry on the pie. Het is een fantastisch museum geworden en de verlichting is prachtig. Samen met het museumteam hebben we met 16 armaturen de nachtwacht verlicht, nu 1,5 jaar geleden. En toen dat eenmaal gelukt was, toen keken we elkaar aan en toen zeiden we, en nu weten we zeker dat het kan. En toen hebben we het hele museum met LED verlicht. Met de nachtwacht hebben we geen risico genomen. De belichting is een ontzettende uitdaging. Rembrandt heeft allerlei nuances in het werk aangebracht. Dat wil zeggen figuren op de voorgrond die heel kleurrijk zijn. Figuren halverwege die wat minder uitgewerkt zijn en heel licht geschilderd. Soms zelfs bijna niet te zien, zoals dat hondje wat je daar rechts voor ziet. De voordelen van deze LED-verlichting zijn: het is veilig voor de kunst. Het is flexibel, want we kunnen elke armatuur individueel regelen. Ten derde, de verlichting is heel mooi gericht op alle schilderijen. Er is weinig strooilicht. En als vierde, alle verlichting is helemaal geïntegreerd in de architectuur van de tentoonstelling. De samenwerking met Philips was magisch in de zin van het Rijksmuseum heeft niet die high-tech kennis van elektronica, die heeft Philips wel. Met hun kennis van LED-spots, van laten we zeggen het ontwerpen van lampen, en met onze kennis van hoe je kunst tentoonstelt, ja, hadden we echt een dreamteam, denk ik wel.